Zo. Zo, je hoeft niet meer naar Walibi Park toe. Voor zo'n, dat is geen SUV-kar dit. Nee. Oh, zet ik die cruise control aan. Waanzinnig. Waanzinnig. Dat kan elektrisch rijden leuk zijn, hè? Nou, best wel eigenlijk. Hey Frank, welkom. Ja, dank jouw je. Jouw eerste keer achteruit. Mijn eerste, ik heb er maanden van gedroomd. Ik durfde het nooit te vragen, maar daar zijn we dan. Ik mag het denk, ik neem wat fatsoenlijks voor je mee. Nou, wat leuk zeg. Tesla Model S. Tesla Model S, ja. Ik trapte hem even op zijn staart. Zo, maar die ging even weg zijn plek, hè? Zo. Performance pack hebben we. Waanzinnig. Waanzinnig, wat een acceleratie. Als dit de toekomst van elektrisch rijden is, dan kan ik er misschien nog wel aan wennen. Ja, maar volgens mij kun je niet ver met deze auto. Het was 246 kilometer. Ja, ik heb net nog even met dat optrekken een paar kilometer vanaf gesnoept. 246 nog. Oké, okay, nou. Maar volgens Cornelis, de man die er echt verstand van heeft bij ons, kom je 400 kilometer verder. Dat is best aardig natuurlijk. Dat is best behoorlijk, ja. Dat. Hé, maar achteruitgespiegel is in de eerste plaats even het nieuws doornemen. Ja. Wat is deze week zoal gebeurd? Skoda had het een en ander. Ja, Skoda Octavia, hè? Skoda Octavia, wat is het? RS is het, hè? Een snelle Octavia. Ja. Nou ja, we wisten eigenlijk al hoe die eruit zag, want die beelden die waren weken geleden al gelekt. Ja. Ik vind dat wel een leuk ding. Ja, het is natuurlijk niet heel spectaculair, hij gaat gewoon hard. Het is geen sportauto. Het is een benzine of een diesel? Allebei. Allebei, oké. Ja, TDI'tje en een TSI. 220 pk heeft hij gekregen. Ik was een paar jaar geleden in Athene en daar stikt het van de Skoda RS taxis, wist je dat? De RS als taxi? De RS als taxi, ja. Okay. Taxi in ben je nog erachter gekomen waarom? Nou ja, dat vinden die taxichauffeurs, die houden van lekker doorrijden. Ik heb ook een taxi genomen daar, dat waren een paar hele lange minuten van mijn leven, moet ik zeggen. Die zijn totaal... Als ze met hun economie net zo omgaan als met hun auto's, dan begrijp ik wel waarom er een puinhoop is daar. Maar dit is, dat vinden ze leuk. Oké, nou, dat is wel heel apart. Bijzonder. Hey, en dan kwam eigenlijk vlak daarachteraan kwam die Spaceback. De Rapide, wat is het? Ja. Rapide. Ja, nou, dat lijkt me een logische auto. Een Rapide is natuurlijk een auto, value for money. Maar het is geen station wagon. Het is een soort Audi A3 Sportback-achtige constructie. Dat zijn ze ook, hè, dat het daar op geënt was. Het is een beetje raar weer. Je zou zo'n auto juist weer logisch, praktisch, gewoon een ruime auto, hoekig, vierkant. Ja, want als je dan de ruimte wil geven voor de Octavia, denk je, wordt succes? Of is dit misschien een stapje te ver voor Skoda? Ja, misschien een leuke uitvoering, een beetje dikke uitvoering, grote wielen eronder. Heb je toch een hoop auto voor een leuke auto voor een redelijke prijs. Ja, maar goed. Het had iets praktischer gemogen voor mij. Hey Frank, vast onderdeel van de achteruitrichtspiegel, de lezersbrieven. Ik heb ze uitgeprint, want de brieven vind ik nog steeds moeten op papier. Ik ben ouderwets. Ja, Mark die schrijft ons en die vindt onze achteruitrichtspiegel leuk. Dat horen we natuurlijk altijd graag. En die vindt dat we een vast aantal vragen moeten hebben. De ene keer is het er één, dan zijn het er vijf. En dat is, dat vindt hij verwarrend. Ja, het creëert onrust in het filmpje. Dus gewoon een vast aantal vragen. Alleen wat ze vraagt nou eigenlijk is week niet. En daarmee heeft ze dus één vraag geen vraag. En zijn we van drie nu naar twee dankzij Mark. Je wordt bedankt, Mark. En nee, van drie naar twee. Ik heb er nog eentje. Kijk, beste. En ik bedoel, met beste bedoel ik de beste in kapitaal. Dan weet ik niet de beste mensen van achteruitkijkspiegel wie de beste zijn. Maar dat zullen wij wel zijn. Dan zijn wij tweeën. Ja. We hebben het bij deze. Dankjewel. Dat is Robin Jansen, 12 jaar, schrijft ons dat. Die vraagt zich af, van de meeste mensen die net hun rijbewijs hebben, kopen vaak als eerste auto een tweedehands. Waarom is dat, vraagt Robin zich af. Want voor de prijs van een Golf uit 2006 heb je toch ook een goed aangeklede Sandero? Tja. Ja, wat zullen we daar nou van zeggen, Frank? Nou ja, ik weet niet hoe jij was toen je 18 was, maar ik reed ook een hele oude Ford Taunus, reed ik, vol met alle troep die je bij Halfords kon krijgen. En ik stond stijf van de adrenaline. Ja, maar jij droomde niet van een nieuwe Lada toen, denk ik. Nou, zeg maar een beetje de Sandero van toen. Een van mijn vrienden had een Dacia toen, zo'n oude Renault 12. Ja, zo. Dat is ook een ding, ja. Die heb ik vaak moeten ophalen. Ja, daar droom je ook niet echt van. Nee, dus precies. Ik weet niet, Robin, dromen van een Sandero. Ik zou gewoon voor het lekkere tweedehandsje gaan. Ja, we zijn van een andere generatie. Ik ben halverwege mijn leven, dus dat hoop ik, niet meer dan dat. En ik heb nog steeds een tweedehands auto in de garage staan. Hé, maar moet je dit eens even zien? Dus een complete iMac op zijn kant hebben ze erin gebouwd. Ja, ja. Maar wel met de processor van 1932 of zo, hè? Want... Ja, dit is nog 286 volgens mij. Want we proberen nu al een kwartier autoweek.nl te laden, maar daar heeft hij weinig zin in. Ja.
Maar ik vind het wel gaaf hoor. Het is volgens mij ook een beetje tricky. Ben je onderweg, ja, ben je Facebooken, ben je hier, zitten Twitteren, zitten zinken. Wat je kunt er dus alles mee doen, hè? Ja. De energiestroom. Let je een beetje op de weg, Michiel? Zal ik anders ga jij even mee spelen. Ga ik even camera, phone, web, energy, NAV, media. Wat goed zeg. Maar inderdaad, dat internet, dat Want is... je kunt het ook nog wisselen. Ja, dan gaan we dus... Nou ja, dat is leuk. Leuk. Ik heb thuis ook twee schermen boven elkaar staan. Zo, hoppa. Ja, staand. Ook leuk. Ja, zit er Photoshop in en zo. België, daar gaan ze enthousiast flitsen, las ik op autoweek.nl van de week. Daar word ik natuurlijk zenuwachtig van. Ik bedoel, ik woon de helft van mijn tijd in België, dus ik rijd daar elke week een aantal honderden kilometers door dat land. En, jij bent de flitsexpert. Ik ben de flitsexpert en de België-expert en de reserve-Belg, alles bij elkaar. Dus, ja. Dus wat vind jij als expert van het plan dat de politie dus nu op één weg... Ze gaan eerst flitsen, dan doen ze een trajectcontrole, gaan ze nog een keer flitsen. Ja. Nou ja, een beetje raar. Ik moet het nog zien gebeuren. Allereerst, ik rijd elke week honderden kilometers naar België op en neer. En ik heb afgelopen jaar één keer een mobiele controle zien staan. Er zijn een paar van die paaltjes, die ken ik wel op mijn vaste traject. Maar er wordt sowieso heel weinig geflitst. En bovendien, wij Nederlanders, als je het Nederlands kenteken hebt, door een of andere administratieve toestand, kunnen die bekeuring niet doorgestuurd worden. Dus zolang je aangehouden wordt, is er niks aan de hand. Ik zou zeggen, met je 400 pk, 600 Nm Tesla, gas erop, middelvinger uit het raam en doei zwaantje. De Jacobsen-stijl. De Jacobsen-stijl, ja. Hey, over België gesproken, nou eigenlijk Vlaanderen in het bijzonder. Autoweek Vlaanderen, volgende week het eerste nummer, hè? Ja, jammer. Ik woon in Wallonië, maar goed, Vlaanderen, ja, we gaan de Vlaamse markt op. Hartstikke leuk. Ja, ik zie iedereen al de afgelopen week druk bezig. Twee autoweeks aan het produceren, één voor Vlaanderen, één voor Nederland. Ja, er is al grijze import, wist je dat? Is er grijze import? Ja, ik neem elke week, als ik naar mijn eigen Delhaize ga, in Wallonië dus, gooi ik stiekem een paar autoweekjes in tijdschriftenvak tussen de andere bladen. Oh? Ja, ik weet niet wat... En wil iemand ze hebben? Verdwijnen ze? Ze verdwijnen wel, maar ik weet niet wie dat doet. Maar goed, even autoweek Vlaanderen, leuk. Spannend, spannend experiment. Ik ben benieuwd, we zijn het ook aan het vervlaamsen, hè? Ja. Want Nederlands is geen Vlaams. Ja, dat zul jij als Belgiëganger als geen ander weten. Nee. Van die hele specifieke woorden heb je die voor ons heel normaal zijn, die zij raar vinden en vice versa. Vice versa ook, hoor, ja. Maar we hebben ook een Vlaamse collega erbij, Gijs Gillis. Ja. Onze eigen Gijs. Gijs. Onze Gijs. Ik ben zelf ook een beetje Vlaams. Naft en mazoet. Naft en mazoet. Die heb ik een keer geleerd. Ik had geen idee waar het over ging. Ah, wel, zijn hè? Benzine en diesel. Ja, en hij kan heel goed jambers nadoen, hè? Ah, wel. Jambers, ja. Overdag. De grootste viespeuk van heel Vlaanderen. Hoppatee. Ja, die kun je eruit rijden met je Tesla, hoor. Kom op, dat is een brommer. Niet zo, joh. Jongen, schiet toch niet op met je brommertje. 4,4 seconden van 0 naar 100, hè, dit? De achteruitkijkspiegel aan. Ja. Kijk, wat leuk. Dus dit is een fysieke. Hier hebben we een digitale. Ja. Maar ik heb gezien dat er hier nog mogelijkheden zijn voor een derde achteruitkijkspiegel, Frank. Oké. Leg uit. Ik zal het u zo laten zien.